voor uw eerste termijn. Ja, dank u, voorzitter. Het coronavirus als levensgevaarlijke pandemie is wellicht het grootste bedrog uit de menselijke geschiedenis. De kans om te overlijden aan corona is 0,2%. Voor mensen jonger dan 70 jaar is dit 0,05%. Vrijwel verwaarloosbaar. En jongeren lopen vrijwel geen enkel risico. We hebben dus niet te maken met een gezondheidscrisis. We hebben hoogstens te maken met een capaciteitsprobleem in de zorg. En dat capaciteitsprobleem, dat hadden we al. Dat hadden we al in 2017 en 2018, toen we ook een pittig griepseizoen hadden. En toen hadden we een IC-capaciteit van 1200 bedden. En de laatste cijfers van het ministerie van VWS laten zien dat we op dit moment 1008 bedden operationeel hebben op de IC. Dat is niet te bevatten. Dus we hebben nu minder IC-bedden dan we aan het begin van de coronacrisis hadden. We zijn 2,5 jaar verder en er is niets gebeurd. Het opleiden van IC-verpleegkundigen kost anderhalf jaar tijd. Had dus makkelijk gekund. Er hadden gratis opleidingen ter beschikking kunnen worden gesteld aan IC-verpleegkundigen. We hadden het loon van de IC-verpleegkundigen, omdat ze zo belangrijk zijn, moeten verdubbelen. Dat geld hebben we ook, want we hebben miljarden weggesmeten aan de testsamenleving. Maar niets van dit alles is gebeurd. Wat is er wel gebeurd de afgelopen 2,5 jaar? We gaan het even opsommen. Allereerst natuurlijk alle horeca gesloten geweest. Winkels, theater en bioscopen moesten dicht. Boetes voor mensen die dicht bij elkaar kwamen. Mensen die dicht bij elkaar kwamen waren in overtreding. Laat dat op je inwerken. Dan doe je dus iets strafbaars. Kinderen konden niet meer naar school. Niet u zelf, maar de staat bepaalde dat u uw moeder niet meer mocht knuffelen. Ook als u dat allebei wilde. De overheid bepaalde dat u geen afscheid mocht nemen van uw stervende familie. Die vervolgens in eenzaamheid de laatste adem uitblies. Dat is in verpleeghuizen gebeurd. Normschandaal. Boetes voor mensen die geen mondkapjes willen dragen. Uitsluiting van mensen die niet meededen met de prikjes. Een apartheidssamenleving. Dat is wat we gecreëerd hebben. En media censureerden mensen en organisaties die kritiek uiten. En weet u nog, deze mensen hier om de tafel hebben u opgesloten na 21:00 PM in uw eigen huis. Zij bepaalden al even dat u de deur niet meer uit mocht. Het is volkomen bizar. Als het om de volksgezondheid zou zijn gegaan, dan zou de IC-capaciteit wel zijn verhoogd. Maar dat is dus niet gebeurd. En dan zou je vroegbehandeling met medicijnen zoals ivermectine en hydroxychloroquine, en talloze studies wijzen uit dat dit werkt, dat zou zijn toegestaan. Waarom zou je dat verbieden? Het zijn veilige medicijnen, worden al decennia gebruikt. Maar dat is verboden. Daar is wel op gehandhaafd door de inspectie. En heel belangrijk, dan zouden dus die niet werkende lockdowns, met al die gevolgen die ik net benoemd heb, die zouden niet zijn ingevoerd. En die lockdowns hebben ertoe geleid, dit is net al gezegd, volgens een studie van het RIVM zelf, dat 1 op de 5 jongeren met zelfmoordgedachten hebben rondgelopen. Dat zijn 1 miljoen jongeren, voorzitter, 1 miljoen jongeren. En die lockdowns, dat is een studie op medisch contact, die hebben ervoor gezorgd dat er waarschijnlijk 10 keer meer levensjaren verloren zijn gegaan. Verloren, hè, vanwege bijvoorbeeld uitgestelde zorg, dan er gewonnen zouden zijn. Dus vanuit het punt dat ik wil maken, vanuit een volksgezondheidsperspectief is het niet te bevatten wat er gebeurd is. Het is absurd. Totaal absurd. En wat nog griezeliger is, wat nog veel griezeliger is in mijn oogpunt, is dat er 2,5 jaar lang zijn allerlei mensen geweest, en ik heb het hier over wetenschappers, experts, hoogleraar, virologen, die net zoals FVD hebben gezegd van, dit is absurd. We zitten op een totaal verkeerd spoor. En wat is er met die mensen gebeurd? Die zijn 2,5 jaar lang, zijn ze in de media weggezet als wappies, ze zijn weggezet als gevaarlijk. En dat gaat nog veel verder, voorzitter. Ze zijn hier in de Kamer notabene bedreigd. Door de vorige minister van Volksgezondheid, die heeft gezegd over dat soort artsen van, we moeten ze op, en ik citeer nu, we moeten ze op een vestje spugen. Dat heeft hij gezegd. En er zijn die Kamerleden geweest die hebben gezegd, we moeten die artsen hun BIG-registratie afpakken. Nou, hoe diep kan je zinken? En wij als FVD willen die experts waar we naar zouden moeten luisteren, we willen al een jaar lang die hier de Kamer inhalen, willen hoorzittingen organiseren. En elke keer als we dat proberen, dan de meerderheid van deze Kamer, deze slaapkamer, gaat ervoor liggen. Die gaat zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Als we informatie willen opvragen om bijvoorbeeld te kijken hoe het staat met het aantal gevaccineerden, ongevaccineerden in ziekenhuizen, op ziekenhuisniveau, keer op keer krijgen we spoesjes door. Nee, dat gaat niet gebeuren. Wat heeft men te verbergen? Het klopt niet, zoals we al vaker gezegd hebben. Het vrije debat is heel belangrijk, zou weer hersteld moeten worden. Het OMT zou tegenspraak moeten organiseren. Zou wat van die vele kritische wetenschappers zouden ze in het OMT moeten halen? Want dwarsliggers, voorzitter, dwarsliggers houden het spoor recht.
Ja, wat gaat er nu gebeuren? Het is al gezegd. Het gaat allemaal weer terugkomen. Dat is natuurlijk onvermijdelijk. Dat is onvermijdelijk. Want ze hebben van de griep hebben ze een pandemie gemaakt. En de IC-capaciteit is niet uitgebreid. Dus het werd al gezegd, over 6-7 weken zitten we weer precies in hetzelfde verhaal. Het is eigenlijk al begonnen. Er wordt nu gezegd dat er een zomer-corona-golf zou zijn. En wat gaan we straks weer zien? Het gaat allemaal weer beginnen. Ze gaan opnieuw uw winkel sluiten. Dat gaat er gebeuren. In het najaar. Ze gaan het opnieuw illegaal maken om bij elkaar te komen. Ze gaan opnieuw mensen buiten sluiten. Ze gaan opnieuw het leven stilleggen. Ze gaan opnieuw mensen die niet meedoen beboeten en in elkaar slaan. Dat hebben we gezien bij coronademonstraties. Waar Nederland trouwens van een hoge commissaris van de mensenrechten vorige maand geleden een berisping heeft gekregen. Dat is ook nog gebeurd. Ze gaan opnieuw een sperrtijd invoeren. En ze zijn druk bezig met het optuigen van de digitale identiteit. Dat is wat er gebeurt op Europees niveau. Want als u dacht dat u van die coronapas af was, wacht maar af. Het komt internationaal terug. Deze mensen schenden grondrecht na grondrecht en het boeit ze niets. Boeit ze niets. Ze hebben geproefd van de totale macht en dat laat ze niet meer los. Tot slot, wat willen wij? Wat wil FVD? Nou, precies hetgeen wat we al jaren zeggen. Allereerst, vernietig permanent al die coronamaatregelen en ook de wettelijke basis en de IT-infrastructuur, zoals bijvoorbeeld die krankzinnige corona-app die daaronder ligt, dat moet permanent vernietigd worden. Verdubbel de IC-capaciteit. Dat is het enige wat gebeurd had moeten zijn, dat is niet gebeurd. De IC-capaciteit is zelfs afgenomen. En heel belangrijk, verwelkom kritische geesten, die vele wetenschappers die er zijn, die wij spreken, artsen, deskundigen, hoogleraren, die net zoals FVD dus van mening zijn dat we op een totaal verkeerd spoor zijn beland. Wij willen als FVD een normaal Nederland. Een Nederland zonder lockdowns, zonder uitsluiting. Een Nederland zonder dwang en drang. En dat is heel goed mogelijk als de mensen die hier aan tafel zitten dat simpelweg zouden willen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Houwelingen. Een vraag van mevrouw Paulusma. Ja, dank, voorzitter. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik mee moet beginnen. En ik denk dat ik drie dingen ga noemen. Meneer Van Houwelingen is erbij. We zijn hier in de Kamer aan zet als het gaat om nieuwe maatregelen. Daar bent u bij. Dus daar kunt u gewoon uw verhaal laten horen in plaats van ons alles in de schoot werpen. En van twee dingen. En u merkt het, ben ik niet alleen gefrustreerd, maar ben ik ook boos. Want u hemelt hier dwarsliggers op die middelen hebben voorgeschreven die helemaal niet goed waren tegen corona. Die mensen zieker hebben gemaakt. En dat zijn geen dwarsliggers. Dat zijn mensen die bewust hun titel gebruikt hebben om mensen niet in hun gezondheid te bevorderen, maar zieker te maken. En het tweede, u neemt bewust het woord sperrtijd weer in de mond. Ik vind het uitermate kwalijk dat het Forum continu, en u zult het wel weer niet zo bedoeld hebben, verwijst naar de Tweede Wereldoorlog, terwijl wij hier een parlement hebben, een democratie, waar u zelf uw rol in kunt spelen. En dat heeft helemaal niets, maar dan ook niets met de Tweede Wereldoorlog te maken. Voorzitter. Wilt u via de voorzitter uw bijdrage leveren? Ja, dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan meneer Van Houwelingen. Ja, nou, wij waren erbij. Wij waren er inderdaad bij, zeg ik aan mevrouw Paulusma via de voorzitter. En we hebben ook heel veel kritiek geleverd. Hè. Dat heeft u toch meegekregen, hopelijk, in al die debatten. Er is natuurlijk niks mee gebeurd. Hè. Dat is onze frustratie. Daar zit onze woede. En sterker nog, elke keer als wij wat willen, of het nou een hoorzitting organiseren is, of simpelweg informatie opvragen, wat een individueel recht van een Kamerlid zou moeten zijn, dan gaat de meerderheid van deze slaapkamer ervoor liggen. Dus u zegt, ja, wat doet u zelf? Wij hebben heel veel gedaan, alleen er gebeurt niks mee. Dat is mijn punt wat ik wil maken. En als u zegt dat die medicijnen niet werken, er zijn talloze studies, dat ivermectine, dus ik heb het over vroegtijdig behandeling, dat wel degelijk werkt. Ja, dus als u de wetenschap wil ontkennen, ja, dan moet u dat doen, maar het werkt, ja. En het laatste punt van, ja, elke keer weer dat gezeur over vergelijkingen met de oorlog. Wij krijgen die vergelijkingen continu naar ons hoofd geslingerd. En ze zijn wat ons betreft terecht. Het is een vergelijking, ik zeg het nog maar eens, is geen gelijkenis. Dat zou je moeten begrijpen. Je ziet parallellen en die zijn er wel degelijk. Er zijn mensen uitgesloten. Of ontkent u dat? Er zijn mensen uit de samenleving gesloten. Er wordt weer er zijn eigenlijk heel veel parallellen. Er wordt een avondklok ingevoerd. En wat allerergste parallel is dus het totalitaire frame wat we op de media geplakt hebben. Desinformatie, hè? Hadden we vroeger dat ook, hè? Onjuiste berichten. Ja, dat wilden ze niet voeren. Dus heel veel zien we weer terugkomen. Dus we leven inderdaad in een hele griezelige tijdgeest. En wij leren graag van de geschiedenis, mevrouw Paulusma. Wij wel. Zei u via de voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Den Haan voor haar eerste termijn. Dank u wel, voorzitter.